Ja. Vandaag hebben we ook eigenlijk een dubbel feestje. Want nou, zoals jullie zien ligt hier een mooie nieuwe steiger in de haven. Maar daarnaast zijn we ook 75 jaar dat we bestaan. Dus twee feestjes in één vandaag. We gaan vandaag beginnen eerst met de opening van de haven. Nou ja, de haven, ik zal een klein stukje vertellen over hoe het tot stand is gekomen. We zijn een kleine 10 jaar bezig geweest eigenlijk om de grote zandbak die het hier ooit was, om dat uitgebouwd te krijgen. Zoals de wethouder Sleeuwhoek nog een keer tegen mij gezegd heeft, van nou, het heeft heel wat voeten in de barren gehad om zover te komen. Maar waar het gaat om, we staan er, het is uitgebarren. En toen kon afgelopen winter eigenlijk ook beginnen met eerst de palen slaan. En in het voorjaar zijn we verder gegaan aan de ontwikkeling van deze mooie nieuwe steiger. En met rondom het hemelvaartsweekend mocht hij eigenlijk te water. We hebben het laatste ding eigenlijk afgebouwd. Hebben wij tijdelijk nog met de bootjes zelf hier in de jachthaven gelegen. En toen mochten uiteindelijk de bootjes hier naartoe. En afgelopen week hebben we eigenlijk de laatste dingen, zeg maar het laatste straatje kunnen afmaken, zodat we vandaag de officiële opening konden houden. Nou, een officiële opening, daar horen natuurlijk belangrijke mensen bij. Ik zeg dat als één is onze allerjongste lid hier binnen de vereniging. Ik weet niet waar onze jongste lid is. Die heeft een metgezel, ons één na oudste lid. Ons oudste lid had andere verplichtingen vandaag. Dus samen mogen zij met onze burgemeester van de Krippende Waard de haven gaan openen. Dus geef ze een applaus, want ze hebben nog wel een beetje spanning vandaag. Oké. Achter jou, kijk eens, daar hangt een heel groot apparaat. Dat is een heel grote schaar. Wij gaan deze beste man en jou bij helpen. Want bij een opening moet er altijd een linkje doorgehaald worden. Ja, en dan is een klein schaartje, gaat het niet worden. Dus daarvoor hebben we een grote schaar. Ik weet het niet, dat doet niet. Maar het doet. Ja. Dus dan gaan we hem doorknippen. Dus... gaan we dat doen? Dan mag ik eerst even wat zeggen. Natuurlijk. De burgemeester gaat even een voorwoord geven voor jullie. Ja. Hartelijk dank. Ja, jongens, meisjes, dames en heren, ik ben terecht wel onder de indruk van wat hier allemaal is gebeurd. Een fantastische nieuwe steiger, de haven helemaal uitgebracht. En daarmee is eigenlijk een heel belangrijk deel van de werkzaamheden dan klaar. Maar nog niet alles, geloof ik. Hè? Er moet, geloof ik, nog wat gebeuren. En dat moet, geloof ik, daar gebeuren, hè? Boodschap is duidelijk. Dank u wel. Maar, jongens, meiden, dit is natuurlijk niet iets wat zomaar gebeurt, hè? Dit gebeurt door de leiding van de scouting. Mag ik daar even een applaus voor? Jullie leiding. Yeah, goed zo. En als je op dat bord kijkt, dan staan daar alle sponsoren, alle bedrijven die geld hebben gegeven of hebben gelast aan pontons, geweldig werk hebben gedaan. Nou, fantastisch. Applaus, hè. En als ik hier langs wandelde, dan zag ik hier allemaal papa's en mama's zwaar aan het klussen. Daar mag er ook even voor gejuicht worden, niet? Nou, geweldig. Het is mij wel duidelijk, dit is een hele actieve scoutingclub. Ik ben diep onder de indruk en wij gaan nu aan het werk. Mag ik even weten, hoe heet jij? Sian. Sian? Ja. Sian. Zullen wij, en meneer? Ben. En ik ben Roel. We gaan los, we gaan knippen. Dankjewel. Doe maar, Sian. Als wij nu allebei dat ding een beetje strak houden. Gaat dat lukken? Die valt onder de water weg. We gaan hem hier doormidden knippen. Is dat goed? Doe jij hem open? Dat kan zo, joh. Gaat lukken? Ja. Oké. En we gaan proberen. Doe maar knippen, proberen. Ja, goed zo. Ja, nog eens. En nog een keer. We gaan hem helemaal achter. Goed open doen, goed open, goed open. Ja. Ja! Yeah. 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 De haven is open!
groep saluut. Saluut af. Dank jullie wel. Michiel, de opening. Zojuist een mooi moment voor de scouting Olivier van Noort hier in Schoonhoven. Lang aan gewerkt, hè? Klopt. We zijn er uiteindelijk met de voorbereiding aan bijna 10 jaar mee bezig geweest om het zover te krijgen dat uiteindelijk het uitgebarreld werd. En afgelopen jaar hebben we er heel veel moeite in gestoken om het zover te krijgen als wat daar nu ligt. Een prachtige steiger. Die steiger die moet drijven, maar dat kon ook niet in het begin van het verhaal, hè? Nee, dat klopt. In het begin lag er nog heel veel zand, zeker in de Achterhoek. En dat moest eerst uitgebarreld worden om te kunnen zorgen dat deze steiger er zo kan liggen. Dus ja, daar hebben we met de gemeente heel lang over moeten praten om dat zover te krijgen dat onze haven daar uitgebarreld is. En dat in combinatie met het 75-jarig bestaan, kan je er wel zeggen dat het een mooi jubileum cadeau is. Met alle inzet van alle vrijwilligers om jullie heen. Ja, nee, dat klopt helemaal. Nou ja, inderdaad 75 jaar. En dit is echt een cadeautje, zeg maar, dat we het nu hebben kunnen openen en dat het echt zover is dat het er ligt. Hoe groot is eigenlijk de scoutinggroep hier in Schoonhoven? We hebben op dit moment 130 leden in onze vereniging. En ja, zoals jullie hierachter ziet, ja, zijn we met een behoorlijke groep bij elkaar. Inderdaad. Goed, op naar de volgende. Want de burgemeester die zei tijdens zijn opening dat er moet nog meer gebeuren. Kan jij mij vertellen wat er zoal nog meer moet gebeuren? Dat klopt helemaal. Ons oude gebouw op de Berengrachtpad die staat op instorten. Het is gewoon oud en versleten. Dus er moet wat nieuws komen. En we zijn nu aan het kijken in samenwerking met de gemeente Kribbenenwaard. Of wij misschien op deze locatie waar we nu staan, het naastgelegen terrein naast de haven, of we daar kunnen herontwikkelen met een nieuw gebouw. Ja, dus laten we hopen dat we daarmee met elkaar uit kunnen komen. Dat we hier over een paar jaar het gebouw kunnen openen. Kijk eens aan. Het is nooit saai bij jullie, heb ik wel in de gaten. Dank je wel en veel plezier en een goede voortzetting. Ja, dank jullie wel. Als echte korpsmariniers, junioren! Erik Jan, ja, we staan hier bij een mooi spektakelstuk als activiteit. Is dit de gelegenheid van het 75-jarig bestaan? Nee, dit is eigenlijk onze jaarlijkse activiteit die we doen. En dat noemen wij overvliegen. En bij het overvliegen dan gaan alle kinderen vanuit de oudste kinderen van de groep gaan door naar de volgende groep. En omdat we dat niet willen doorschuiven op een makkelijke manier, doen we dat altijd door middel van een parcours. En hier klimmen en klauteren de kinderen en ze glijden van de glijbaan af. En daarmee zorgen we dat de kinderen op een leuke manier naar de volgende groep gaan. Ja, ja. En ja, zoiets wordt bedacht. Is die telkens elk jaar anders van opzet? Of is het meestal toch wel hetzelfde zo ongeveer? Ja, nou, normaal gesproken zijn we eigenlijk altijd op ons eigen terrein bezig. En dan bouwen we altijd een parcours die anders is dan de jaren ervoor. Dit jaar voor het eerst mogen we gebruik maken van het terrein van het zwembad. Het is een unieke locatie, prachtige omgeving. En dit is wel zoals overvliegen absoluut de bedoeling is. Ja, ja. Nou, de sfeer zit er goed in. Jazeker. De deelnemers die hebben er allemaal zin in. Ja, inderdaad. Dus dat komt helemaal goed. Nou ja, dat denken wij ook. En we gaan er een mooie dag van maken. Ja, oké, dankjewel. Een mooi moment in de geschiedenis van de Olivier van Noort. 75 jaar, dat is één ding. Maar het andere ding, in uw toespraak tijdens de opening, dus had u het erover dat er nog meer werk verricht moest worden. Kunt u verklaren wat dat zo'n beetje inhoudt, die zin? Ja, nou ja, de haven is punt 1. Hè. En het ponton wat erin is, die drijvende steiger, echt fantastisch dat ze dat hebben gedaan. Met al die sponsoren die daar ook bij betrokken zijn. Maar ja, men wil ook nog een nieuw gebouw hebben. Het oude gebouw is echt helemaal af in de binnenstad van Schoonhoven. Men zoekt een nieuw gebouw. En men heeft eigenlijk al wel een locatie daarvoor uitgezocht. En is dat toevallig de locatie waar we nu staan? Het is een locatie heel dicht bij de haven. En nou ja, dat verzoek dat ligt nu bij de gemeente voor. En daar moet het college en misschien ook nog wel de raad moet daar een uitspraak over doen. Maar we zijn er niet ver van verwijderd nu.
En de locatie waar het oude gebouw staat, is dat, schept dat misschien weer mogelijkheden voor de toekomst wat betreft de ontwikkeling van de binnenstad? Nou ja, dat zijn de vraagstukken die nu worden bekeken. Met name wethouder De Wit natuurlijk heel druk mee bezig om dat soort afwegen te maken. Want ik mag dan hier bij de opening zijn, maar de echte moeilijke klussen die doet de wethouder natuurlijk weer. Ja, ja. Nou, dit hebben we vast. Een mooie steiger in Schoonhoven erbij. Mooie haven, mooie activiteiten hier bij de Olivier van Noord. En ja, wordt vervolgd zal ik zeggen. Prachtige, prachtige vereniging. Echt blij mee. Mooi dat er zoveel mensen zich inzetten om de jongeren, de jeugd op een goede manier te vermaken. Mooi werk. Dank u wel. Super, dank jullie wel, dank jullie wel.